Waarom zou je naar het Montessori Lyceum moeten gaan? Het Montessori Lyceum is een hele gezellige school. Als coördinator van de brugklas doe ik altijd de intakegesprekken met heel veel leerlingen die zich komen aanmelden. En die zeggen eigenlijk altijd dat ze de sfeer zo fijn vonden toen ze hier binnenkwamen. En ik denk dat dat komt omdat bij ons de leerling echt heel erg centraal staat. En daar heeft de mentor ook zeker een rol in. De mentor is eigenlijk degene die de rol van de juffrouw of de meester van de basisschool overneemt. En dat betekent dat gedurende een jaar de mentor de leerlingen begeleidt bij studievaardigheden, allerlei leuke activiteiten. Maar ook degene is die gedurende een jaar contact onderhoudt met de ouders en de andere docenten van een leerling. Ik ben er zelf naartoe gegaan omdat ik het een hele leuke school vond. Montessori Academy leek me heel erg leuk. En ik vind dat de docenten heel erg goed les kunnen geven en ik begrijp het ook heel erg goed. Ook hebben ze in de kantine heerlijke broodjesbal. Leerlingen hebben hebben ruimte nodig en een vertrouwde omgeving om te kunnen leren en om zichzelf te kunnen ontdekken en om met hun talenten aan de slag te kunnen gaan. Dat wist Maria Montessori, ruim een eeuw geleden al. Zij merkte ook dat leerlingen niet allemaal op hetzelfde moment leergierig zijn of nieuwsgierig. Dus is het belangrijk dat wij als Montessori school een gevarieerd aanbod aanbieden. En niet alleen om te leren met je hoofd, maar vooral ook met hart en handen. Dat is Montessori onderwijs. Maria Montessori heeft eigenlijk haar ideeën alleen maar voor de basisschool ontwikkeld. En de middelbare scholen in Nederland met Montessori onderwijs hebben bij elkaar gezeten om te kijken welke ideeën ze konden gebruiken. En bijvoorbeeld leren kiezen staat centraal op Montessori middelbare scholen. Het ontwikkelen van zelfstandigheid. En ook de creatieve vakken zoals drama en beeldende vorming en muziek hebben ook een belangrijke rol. Omdat die ontwikkeling bij een kind ook heel belangrijk is. De KWT staat voor keuze werktijd. En het is 1 uur in de dag die je van tevoren kan inplannen. Dus dan kan je ervoor kiezen huiswerk te maken, voor een toets te leren. Of even lekker te gymmen, muziek te maken, het kan allemaal. En stel nou dat je cijfers niet helemaal 100 zijn, dan kan je mentor je ook helpen met beslissingen maken. De juiste beslissingen. Wat ik leuk vind aan de KWT is dat je met vriendinnen of gewoon met andere kinderen uit andere klassen kan inschrijven en dat je dan gewoon met elkaar huiswerk kan maken of andere werkjes. Nou, voor ouders is het best wel even schakelen als het kind naar de middelbare school gaat, want op de basisschool had je maar 1 leerkracht die je op het schoolplein nog even iets kon vragen. En nu heeft je kind wel meer dan 10 leerkrachten. Maar er is wel een mentor en die begeleidt je kind met studievaardigheden. Die helpt je leerling als er iets is en die organiseert ook leuke activiteiten met de klas. En als je als ouder je zorgen maakt of je wil iets vragen, kun je altijd bij de mentor terecht. De leerling kan ook altijd bij de mentor terecht. En als de mentor zich zorgen maakt, neemt hij ook contact op met de ouders. Wat eigenlijk het fijne is aan een mentor is dat de overstap van groep 8 tot de eerste eigenlijk niet zo groot is, omdat een mentor eigenlijk ook een soort meester is. In de bovenbouw wordt je mentor eigenlijk als het ware een soort coach die gewoon op je resultaten let. En mocht het nou een keertje niet zo helemaal soepel lopen, dan gaat diegene met jou in gesprek om te kijken hoe je vanaf dat punt een stijgende lijn kan vormen en beter voorbereid bent voor je volgende toetsen. Alles wat je op het Montessori Lyceum extra kunt doen buiten de gewone lessen, dat valt onder de Montessori Academie. Dat kunnen korte cursussen zijn, zoals de cursus Spaans of Italiaans, of juist hele lange cursussen, zoals de theaterklas of de wetenschapsklas. Het kan onder schooltijd zijn, zoals de brei-KWT, het kan ook buiten schooltijd zijn. En het idee is dat alle leerlingen iets kiezen in de Montessori Academie, soms een paar dingen, soms heel veel. En dat ze dat als aanvulling op hun cv, op hun certificaat meenemen als ze de school verlaten met een diploma. Dus bijvoorbeeld Cambridge Engels of een bepaalde maatschappelijke stage kan heel zinvol zijn bij een vervolgopleiding of een sollicitatie. Ik zit zelf nog niet zo lang op deze school, maar ik heb ook nog niks aan de Montessori Academie gedaan. Alleen lijkt de theaterklas me wel heel erg leuk, omdat ik acteren gewoon heel erg leuk vind. Nou ja, ik heb eigenlijk al best wel veel gedaan. Ik heb onder andere reizen gemaakt naar Canterbury en Sri Lanka, waar je van tevoren een beetje over het land zelf leert en over de cultuur.
Als je een HAVO-advies hebt of hoger, kun je je aanmelden voor het Montessori Lyceum. En wij raden alle kinderen aan om zich goed te oriënteren. Dus bij ons op de open lesmiddag te kijken en op de open dag. Maar ook zeker op andere scholen. Want je mag in Rotterdam maar op één school inschrijven. En dus is het belangrijk dat je goed bedenkt welke school bij je past en hoe je top 3 eruit ziet. Met alle leerlingen die zich willen aanmelden bij ons op school en hun ouders voeren wij een kennismakingsgesprek. Waarin de ouders en kinderen hun vragen kunnen stellen en wij ook een beetje kunnen kijken of de school die zij zoeken de school is die wij zijn. Op de site en in de brochure kun je meer informatie vinden hoe je je aanmeldt voor zo'n aanmeldingsgesprek. En dan kun je ook zien wat er gebeurt als er te veel inschrijvingen zijn ten opzichte van het aantal plekken. Welke voorrangsregels we dan hanteren. Ik heb vorig jaar voor het RML gekozen omdat ik de school super leuk vond. Ik vind de manier waarop ze lesgeven heel erg fijn en leerzaam. En omdat ik de kinderen die op deze school zitten gewoon heel gezellig en leuk vind. Nou ja, ik vind vanaf dag 1 al de sfeer heel erg relaxed op deze school. En daarbovenop komt ook nog eens dat docenten best goed benaderbaar zijn. En dat ze gewoon bereid zijn met je mee te denken als je met een probleem zit.